Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden. Zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je business of wil je een gratis training over product research inzien van anderhalf uur... waarin ik alles, alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak... check dan even de omschrijving... Om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Wat is makkelijker affiliate marketing of bol verkopen? Um, ik ga even vanuit dat je uh, affiliate op bol vergelijkt met fysieke producten inkopen en op bol verkoopt. Als je dan vraagt wat is makkelijker, dan zou ik zeggen: affiliate, affiliate is makkelijker. Echter, dan moet je wel weten hoe je verleidelijk kan schrijven. Ja, mocht je dat niet kunnen um, of je kent niemand die dat voor jou kan doen, dan is dat alsnog moeilijk. Ja, uh, echter, affiliate marketing heeft wat minder risico's dan uh, daadwerkelijk de fysieke producten inkopen. En ik zie wel um, een aantal verkopers beide heel mooi combineren. Dus dat ze beginnen met affiliate marketing. Laten we zeggen in, um, in, in, de, in de, zwembad, de zwembad niche. En je hebt een website gemaakt dat alleen maar over zwembad en accessoires gaat. En, en wat dan ook rondom het zwembad. En daar ga je artikelen over schrijven. Aan elk artikel verbind je een affiliate link van een bestaand product. En op den de duur merk je dat bepaalde producten harder lopen dan andere, aangezien je daar meer affiliate inkomsten van krijgt. En wat je dan kan doen, is: je gaat dat product zelf inkopen, private labelen en aanbieden. Dan is jouw vraag al gevalideerd door het affiliate model. Dus dat is een hele mooie manier om deze twee uh, inkomstenbronnen te combineren. Dus te beginnen met affiliate um, ter. Uh, ter validatie van de vraag naar het product en als die er is als de sale zou zijn dan zelf het product inkopen uh, en dat aanbieden op bol en vervolgens ga je natuurlijk dat affiliate link vervangen naar je eigen product en dan kan je eigenlijk combineer je eigenlijk het beste van beide werelden dus ik hoop dat je op die manier uh, verder kan bedankt voor het kijken vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief en om je in te schrijven voor de gratis Product Research Training van een half uur. Dankjewel, tot de volgende keer.